Hi, Bart Staan van Guitar Studio. Vorige keer hebben we een soort theorieles gedaan. We hebben de noten leren zoeken op de nek van de gitaar en geleerd hoe we dat zelf moeten berekenen. We gaan verder op vorige les, dus blijf kijken. Vorige keer hebben we dus geleerd hoe we de noten zelf moeten zoeken of zelf moeten berekenen op de nek van de gitaar. We gaan nog eens heel snel herhalen. Hierboven in de hoek hebben jullie terug die layout of een afbeelding van een keyboard of van een piano met de toonladder C, D, F, G, A, B, C en Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Witte toetsen, zwarte toetsen. Witte toetsen wil zeggen bijvoorbeeld we hebben een C. C naar D, daar zit een zwarte toets tussen, wil zeggen C ligt op de 8. Zwarte toets is de volgende fret, moeten we overslaan. De volgende witte toets, de D, ligt op de 10. Als er geen zwarte toets tussen de noten zit, bijvoorbeeld een B en een C, B ligt op 7. Er is geen zwarte toets, dus dan onmiddellijk de volgende fret voor de C. Dus we gaan terug beginnen met de bovenste snaar. Dus de E-snaar, dus de open snaar. F op de 1, G 3, A 5, B 7, C 8, D 10, E 12. En dan zijn we rond, 12 is gelijk aan 0. De vijfde snaar, de A-snaar. A is 0, B is 1, C op 3, D 5, E 7, F 8, G 10, A 12, 12 gelijk aan 0. Jullie huiswerk was de vier andere snaren zelf te zoeken thuis. Dus we gaan eens controleren of dat jullie fouten gemaakt hebben of niet. Dus open snaar, de vierde snaar is de D-snaar. Dus D is 0, E is 2, F 3, G 5, A 7, B 9, C 10, D 12. 12 terug gelijk aan 0. De derde snaar, de G-snaar. G is 0, A is 2, B 4, C 5, D 7, E 9, F 10, G 12. 12 gelijk aan 0. De tweede snaar, de B-snaar. B is 0, C 1, D 3, E 5, F 6, G op de 8, A op de 10, B op de 12. De laatste snaar is ook weer een E-snaar. Die snaar is gelijk aan uw bovenste snaar. Dus open snaar is een E, dus een 0 is een E. F 1, G 3, A 5, B 7, C 8, D 10 en E 12. Voilà, dat was de oefening voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het interessant. Alleszins bedankt voor het kijken. Veel plezier nog met de oefeningen en see you next time.